Een schietschijf op de rug van de artsen in het AZ Jan Palfijn. Symbolisch om 11:55 verzamelen ze in de inkomhal van het ziekenhuis. Als de arts in kwestie er zelf ook bij komt staan, ontstaat spontaan een daverend applaus. U moet weten dat dokter Rodenbach een helse week achter de rug heeft. Het is zo dat hij de vrijdag ervoor, na een incident, zonder enig weerwoord, zonder ook een consultatie van de vertegenwoordiging van de artsen, aan de kant is geschoven, geschorst en overgedragen aan het parket. En dat is natuurlijk zeer pijnlijk, want dat kan dan zonder dat er daar weerwoord voor is. En dat geeft een zeer onveilig gevoel. De steun doet dokter Rodenbach en zijn familie zichtbaar deugd. Zelf kan hij niet veel zeggen omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Wel staat hij erop iedereen te bedanken. Van het begin van het incident tot nu, enorme steun, ontzettende steun van in de eerste plaats mijn echtgenoot en van iedereen heb ik genoten. Dr. Rodenbach werd op 20 november gearresteerd en voorgeleid in een onderzoek naar mogelijk onrechtmatige euthanasie van een 91-jarige patiënt. Door het ziekenhuis werd hij meteen geschorst, zonder dat hij zijn versie van de feiten kon geven. En dat vinden de andere artsen onaanvaardbaar. Als je geen veilig kader hebt om in te werken, dan is dat nefast voor de werking van de arts. Elke zorgverlener voor de patiënt in het ziekenhuis. En dat resulteert in een geschaad vertrouwen. Ik mag zelfs spreken over een vertrouwenscrisis. En dat moet dringend hersteld worden. De arts is intussen vrij onder voorwaarden en het ziekenhuis heeft de schorsing ingetrokken. Hij kon vandaag dus weer aan het werk. Maar daarmee is de kous niet af. De artsen willen een signaal van de directie, anders volgen er nog meer acties. Uit protest blijven ze alvast weg van vergaderingen. Wat wij gezegd hebben, dat alle vergaderingen tussen de artsen en directie, dat wij daar voorlopig niet op ingaan. Het is natuurlijk zo, wij dragen de zorg voor het ziekenhuis en de zorg voor de patiënt heel sterk in ons DNA. Dat wij alle overleg over de patiënt en de patiëntenzorg uiteraard wel uitvoeren. Maar alles wat daar buiten is, daar gaan we van weg blijven voorlopig. De ziekenhuisdirectie wil voorlopig niet reageren. Ze wacht eerst de resultaten van het onderzoek af en hoopt intussen de sereniteit te bewaren.